ik vind het wel spannend. Want normaal heb je... Goedemorgen, het is maandag. Ik heb de boodschappen net gedaan. En het lukt niet om mijn fiets weer terug te halen. Oh, wat een drama deze ochtend. We kwamen allemaal heel moeilijk ons bed uit, echt alle drie. En het was echt haast om op tijd op school te komen. Het is echt zo'n dag dat niet gaat zoals het zou moeten. En het waait ook heel hard. Dus ik heb niet zoveel zin om zo te fietsen, maar ik moet even. Ah, jeetje, echt mijn benen voelen echt alsof ik 10 kilometer een steile berg op heb gefietst. Dus ik ga even bijkomen met een bakje thee. Hoe verrassend. En dan gaan we proberen wat aan ons huis te doen hier. Zo stom. Ik ben heel de tijd bezig geweest en kijk net in de spiegel. Helemaal eyeliner is ervan verdwenen. En hij zat echt netjes deze ochtend. En dan zou je altijd zien, heb je hem eindelijk naar je zin, is die gewoon van je gezicht af. Kijken of ik hem weer even netjes krijg. Even een kleine retouch. En echt zo druk geweest. En Sarah die is al opgehaald van school, die is bij mijn moeder mee. En ik moet nu opschieten. En nu naar school. Ik had net echt enorm het gevoel dat ik heel erg moest opschieten. En dat ik anders te laat zou komen. Ik heb trouwens helemaal niet verteld wat ik ga doen. Ik heb zo Sarah de rapportgesprek. En in principe mag je niet met het kind komen. Allemaal regels nu. Dus daarom is ze door mijn moeder opgehaald. Daar is je nu zijn taart aan het bakken. En na het gesprek ga ik dus daarheen. En haal ik ze... Oh... tas voor mijn moeder staan en die vergeet ik nu. Maar ik was toch heel erg op tijd. Dus ik loop even terug en ik haal die tas. En dan kom ik alsnog op tijd. Oh, af en toe. Ja, maar goed dus dat ik veel te vroeg was. Het loopt vandaag allemaal niet zoals het hoort, helaas. Nu mijn tas vol spullen. Dan ga je toch weer rennen. Maar het zou qua tijd precies wel mooi uit moeten komen. Het is niet zo ver. En je mag toch niet te vroeg zijn. Maar ik wil dat echt niet laten staan. Ook al ben ik er morgen weer. Het staat me gewoon in de weg. Wat zit je nou raar te kijken, meneer? Ik draai mijn bocht. Ik stop. Ik sta er nog 2 meter vanaf. Ik snap dat niet. Als ik nou de straat al uitrij en hij denkt dat ik niet stop. Maar ik stopte echt 2 meter voor waar hij reed. En ik reed helemaal niet hard, want ik reed nog niet lang genoeg om überhaupt hard te kunnen rijden. Maar goed, ik vind het wel spannend. Want normaal heb je 1 ochtend in de week kijkochtend. Ik sta natuurlijk normaal op de overblijf, dus dan kan je ook wel spieken. Spreek je de juffen ook toch wel een beetje hier en daar. En dat heb ik nu de laatste tijd natuurlijk niet meer gehad. En we hebben de homeschool gehad. En noem maar op. Dus ik heb zoveel minder idee hoe ze ervoor stelt op school. Dus het is echt... Ja, ik denk dat andere ouders zich normaal zo voelen. En normaal ga ik naar zo'n gesprek dat ik denk... Ja, voor 90% weet ik wat er gezegd wordt. Misschien komt hier naar een puntje. En nu ga ik er echt naartoe dat ik denk... Nou, spannend. Ik... Weet het gewoon niet zo. Dus ik weet niet hoe de rapport. Die krijg ik ook gelijk mee. Dus ik weet het niet. Heel erg afwachten. Het gesprek ging goed. Was eigenlijk een doorzettende lijn. Ik wilde gaan rijden. Maar er stond precies een auto op straat. Precies natuurlijk voor mijn auto. De enige auto die weg moet. Maar die rijdt net weg. Dus ik ga naar Sarah met het rapport. Want die heeft ze zelf ook nog niet gezien. En dan weer dit. Kan ik er weer niet. En ik moet daar rechts erin.
Inderdaad niet. Gaat lekker met auto's voor mijn neus. En er zitten daar ook allemaal drempels en zo, dus ik kan hier ook niet omheen. Echt top. Heel mooi taartje. Door mijn kind gemaakt. En versierd. Thuis en gelijk koken. Lekker pannenkoeken. Lekker. We hebben net gegeten. Sarah is naar bed gegaan. Ik heb mijn vlog al geëdit. Mark was nog even aan het klussen. En die is nu douchen. En nog even bij Sarah kijken. Ik heb trouwens een ander shirtje aan. Want er was olie van de pannenkoekenbakken overheen gegaan. Maar goed, ik loop nu even naar Nisa. Ik ga daar even een bakje doen. Heel even de deur uit. Maar ik maak het niet te laat. En want thuis sta ik nog even wat opruimen. En dan op tijd mijn bed in, hopelijk. En gezellige Bas, ik wil niet in de vlog, is ook aanwezig. Kijk dit dus. Bas, ik wil niet in de vlog. Altijd toch? Kiekeboe. Ik ben weer thuis. En ik heb de kamer nog even opgeruimd. Nog heel even met Mark gezeten. En ik ga nu naar mijn bedje toe. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!